altijd al afval willen verwerken, maar je hebt thuis niet de beschikking tot de nodige materialen, dan biedt Trash Panic wellicht uitkomst. Maar blijft het digitaal verwerken van afval wel lang genoeg leuk? Wie kent het klassieke Tetris niet? Trash Panic is een soort van Tetris, al moet je in deze game niet met blokjes spelen, maar met afval. En Trash Panic dien je namelijk het afval op een zo goed mogelijke manier te verwerken, ofwel in de prullenbak te gooien. Dit kun je natuurlijk doen door alles om te draaien, zodat alles mooi naast elkaar past. Maar wellicht is het makkelijker om ook het nodige afval kapot te laten vallen in de prullenbak, zodat je meer plaats hebt. Je kunt natuurlijk ook wachten tot er tientallen afvalstukken voorbij zijn gekomen en er dan eindelijk een wc-rol komt, welke gevolgd wordt door een brandende lucifer. Gooi de wc-rol in de prullenbak met daarop de brandende lucifer en het afval zal verbranden, waardoor je weer meer plaats overhoudt. Als je dit doet, ben je echter wel op een ego-wijze aan het verwerken, omdat er veel koolstofdioxide vervuiling ontstaat. Ja, bij Trash Panic wordt overal aangedacht. Speel jij als een eco of als een ego? Dat is de grote vraag in Trash Panic. Voor welke je kiest is aan jou uiteraard, maar ieder heeft zo zijn eigen voor- en nadelen. Ze dienen bij eco alles milieubewust te verwerken en af te breken door natuurlijke processen, terwijl je bij ego alles gewoon in de hands kan zetten, waardoor je ook van al je afval direct af bent. In de game komen namelijk veel verschillende voorwerpen voorbij, denk aan potloden, pennen, halters, stuiten, ballen, scharen, ringen enzovoort. Bij eco dien je overal namelijk rekening mee te houden. Je mag namelijk niks verbranden, want hierdoor ontstaan er namelijk schadelijke stoffen en koolstofdioxide. Ook moet je zorgen dat je Motainai rustig in de prullenbak legt, zodat de gomiët eruit kunnen pakken. De gomi is een klein wezentje welke zich graag bij de prullenbak bevindt. Bij eco daarentegen maakt het helemaal niets uit als je iets verbrandt. Je houdt namelijk geen rekening met het milieu. Je hebt het dus makkelijk als je een wc-rol en een lucifer tegenkomt. Daarmee kun je gewoon alles in één keer in de hand zetten. Ook de zogeheten Motainai hoef je niet te bewaren voor de gomi, maar kun je gewoon in de prullenbak laten vallen. Je hebt dus veel variatie. Je kunt namelijk alle levels als eco of als ego uitspelen. Zo dien je dus ook bij elke rekening te houden met andere voorwerpen. Dit is erg leuk en bovendien is het goed voor de replaywaarde van deze game. Naast de gewone levels kun je er ook voor kiezen om missies te spelen of een duel aan te gaan met een vriend. De missies variëren heel sterk. Je hebt namelijk beschikking over 109 verschillende missies. Denk bij deze missies bijvoorbeeld aan een bel welke je in de prullenbak dient te leggen, waarna je deze met boomstammen moet raken. Ook kun je heel simpel een kleinere prullenbak verwachten. In deze prullenbak moet dan bijvoorbeeld al het afval van een kantoor terechtkomen. Lukt het je om al het afval in de prullenbak te krijgen, dan mag je verder gaan met de volgende missie. De 109 sterk afwisselende missies bieden je genoeg speelplezier om alleen al met de missies een hele tijd door te gaan. Maar vind je het saai om in je eentje afval te verwerken, dan kun je ook aan de slag gaan met een vriend. Op het beeldscherm verschijnen dan twee prullenbakken en hierin dient ieder het afval te stoppen. Dit is echter niet zo makkelijk als het lijkt. Iedere speler krijgt namelijk zijn eigen afval wat wel hetzelfde is als de ander. Dit moet ieder dan ook op zijn eigen manier verwerken. Maar het is heel frustrerend als de tegenstander niet snel werkt, waardoor jij eigenlijk meer vuil te verwerken krijgt. Trash Panic biedt genoeg variatie om je lange tijd bezig te houden met het afval te verwerken op een ecologische of een ecologische wijze. Daarbij ben je natuurlijk ook erg lang bezig met de 109 leuke en vooral verschillende missies. Toch liever met z'n tweeën in afval verwerken? Geen probleem. Trash Panic beschikt ook over een erg leuke multiplayer modus, het duel.